Hey allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb mezelf net even klaargemaakt. Outfit check, muts opgedaan, want het is best cool buiten. Het is vandaag donderdag en ik denk dat het een meerdaags vlog gaat worden, want het is inmiddels wel 2:30. Ik ben vandaag een dagje vrij en ik heb lekker thuis kunnen werken. Helemaal fijn, hele fijne telefoongesprekken kunnen voeren. En nog wat dingetjes af kunnen ronden. En zo knol hier op de achtergrond die ik aan het kijken was net. Met mijn koffie en mijn tosti. Maar ik ga nu dus heel eventjes naar de Action. Want ik wil al dagen naar de Action. Alleen daar komt er ook weer niks van. Want dan ben ik weer met de kinderen in de stad. En dan zijn ze weer vervelend. En dan denk ik, ach, ik rij van de week zelf wel als ik vrij ben. Dus ik ben nu vrij. Ik ga lekker naar de Action rijden. Eventjes wat stift halen. Want Raf is helemaal into de tekenen op het moment. En ik moet dan elke keer met hem meekleuren. Maar ik krijg error van stiften die ik niet doen. Dus ik ga eventjes wat goede stiften halen. Even rondneuzen. En lekker met me, myself en de I naar de Action. Ik ben ondertussen thuis, jongens. En ik was mijn vlogcamera vergeten. Maar ik ga zo even een shoplog opnemen. Ik ga zo eerst eventjes wat drinken pakken in de schuur. Daar staat een blikjes cola. Maar ik wilde ook zeggen. Action shoplog! Met een Jumbo tas. Doe even normaal. Denk na. Hoezo ga jij met een Jumbo tas naar de Action? Ik zou jullie vertellen, dit durf ik vroeger dus echt niet. Als ik dan zo'n tas bij zou hebben, dan zou ik de Action echt niet indurven met zo'n tas. En nu heb ik gewoon scheid. Ik ben echt gangster geworden. Nee, oké. Maar nu denk ik, oké, dat kan natuurlijk gewoon. Want een volwassen iemand doet dat gewoon. En ik ben natuurlijk volwassen. Ik ga even drinken halen in de schuur. En dan ga ik jullie mijn shoplogje laten zien. En ik kon natuurlijk weer de helft voor de kindjes niet laten liggen. Dat was ik weer. Met een blikkie. Even uit de schuur gehaald. En ik ga even laten zien wat ik allemaal gekocht heb, jongens. Cookies van Paw Patrol. Valt altijd wel in de smaak. En aangezien we een weekendje weggaan, dacht ik leuk voor onderweg. Never enough kledinghangers. Kom ik echt altijd tekort. En ik had nog allemaal van deze leuke paashangertjes. Helemaal amazing. Ik zag van de week op de markt hele leuke paastakken. Die moet ik alleen nog even halen. Ik wil hem van de week meenemen. Maar vergeten. Oh, deze had ik ook nog. Als het goed is, moet er nog eentje in zitten. Dus ik ga zaterdag even mijn paastak halen. Want I love een paastak. Ik wil even alles goed doen. Die hebben wij altijd standaard in de auto staan. En die dingen zijn normaal altijd vet duur. 5, 6 euro in de supermarkt. Bij de Action laag ze nu voor 3,29. Altijd goed. Ik ben er blij van lang, hè? Ik ging trouwens voor stiften, jongens. Kun je het voorstellen? Ik ging voor stiften. Kom met dit allemaal thuis. Ik zag deze Glow in the Dark Sticks. Helemaal leuk, want het is bijna carnaval. Ik dacht, dan kunnen de jongens lekker een Glow in the Dark Stick omdoen. Kijk zelf. Nou, de stiften. Deze heb ik even voor mezelf gekocht. Want nu kleur ik elke keer met de stiften van de jongens. En ik dacht, dit zijn mooie setjes om zelf gewoon mee te kleuren. Hier zitten trouwens ook van die glitter en van die metallic kleuren in. Echt mega leuk. Hij stelt scherp op links onderin. Heel vervelend. Maar deze dus, een grote box. Dan heb ik hem nog in de kleur groen. Deze was 3,99. Deze waren 9,99. Deze staan trouwens bij de volwassenen knutselspullen. Dan heb ik ook nog een roze meegenomen. En je kunt dan op de zijkant zeg maar zien welke kleuren er allemaal in zitten. Deze heb ik ook nog mee voor mezelf. Ik mag eraf echt wel mee kleuren. Maar als ze met twee gaan kleuren, dan blijft het daar af. Deze nog voor de kindjes. Want de rood was op en de geel was ook uitgedroogd volgens mij. Dus ik dacht, ik neem een nieuwe mee. 1,89 €. Jongens, ik weet het gewoon ook bijna allemaal nog uit mijn hoofd. En, oh, deze is ook zo schotterig. Kijk, ook voor in de paastak. Deze waren trouwens 69 cent per stuk. Vond ik best wel veel, maar ik heb er ook maar 4. Volgens mij was het ook maar 4 varianten. Ik heb deze heerlijke chocolaatjes. Tenminste, zo zien ze er wel uit. Want zoals je hier kunt zien, zit er creamy in. Ik ga er gelijk even eentje proeven. Ik vind het dan wel weer jammer. Dan is het een Paw Patrol zo'n verpakking. En ik dacht, dan heb ik ze leuk op de schaal. En toen kwam ik bij de kassa en dan zag ik dat het gewoon een blauw papiertje was. En dan denk ik, ja, pak dan door en doe er ook een Paw Patrol papiertje omheen. Lekker.
Ik ben helemaal op chocolademens, maar het is bijna de tijd van de maand. En dan ben ik een chocolademens. Wat had ik nog meer? Tip van Flip trouwens. Dit moet je echt nu al gaan halen. Want het is natuurlijk pas in april, paas of zo. Het is nu. Oh, het is echt pas februari. Twee dagen februari. Het is 2 februari vandaag. Die eieren die je kan schilderen. Dat is leuk op eerste paasdag. Tenminste vind ik heel leuk. En wij denken altijd een week voor paas. Oh, dan moeten we even die eieren halen. Zodat ze ze kunnen schilderen. En dan zijn ze dus nergens meer verkrijgbaar. Nu bij de Action dus heel veel verkrijgbaar. 79 cent per set. Kun je een armoe verleiden? En aangezien Robin zondag jarig is. Ik de vlakke lijnen. Die wij 7 jaar hebben gebruikt. Zo hebben weggegooid. De laatste verjaardag van Ralf. Want die zaten allemaal in de knoop. Dacht ik, ik pak even een paar nieuwe. Deze waren 59 cent volgens mij. Zijn 10 meter lang. Helemaal handig. En we gaan natuurlijk naar Prespellis zondag. Dus ik dacht, kan ik er ook gewoon zo eentje. Dus ik dacht, dan kan ik er zo eentje gewoon ingepakt meenemen. Hoef ik niet alles in elkaar te formuleren. Dan zit het niet in de knoop als ik daar aankom. Dat was het. Mogen jullie raden wat ik met dit alles totaal kwijt was? €38,04. Dat is niet veel. Die paaseitjes zijn lekker, jongens. Ik ga er nog in pakken. Ik denk dat ze stoppen voor de kinderen. Goed, ik ga eventjes opruimen. En dan Robin is onderweg naar huis. Eten die straks. Het is 3:10. Ik ga een koffertje zetten. En nog eventjes wat werken. En dan zie ik jullie misschien straks weer. En anders morgen. Doei. Ik ga dit trouwens even allemaal ordenen ondertussen. Want dit is gewoon één grote puinhoop. Allemaal kleurboeken. Stickervellen met een paar stickers erop. Dus ik ga eventjes van die doorzichtige mapjes boven pakken op zolder. En dan ga ik even alles ordenen. Want die stickers ligt bijvoorbeeld ook weer los in die bak. Nou, hier zitten allemaal losse stickers in. Losse blaadjes, kleurboeken. Ik ga het wel netjes maken. Ook met die nieuwe kleurtje erbij. Ik dacht, dat is wel handig. Wow. Oh, wat heb je gewoon moois gemaakt. Petten. Ja! Voor papa's verjaardag. Ja! Oké, kijk, wat er dan? Een dikke. De pof. Oei, toch! Papa krijgt ook mee cadeautjes, toch? Ja! En zo vind ik het toch geen cadeautje geven. Nou, Jim moet eerst even zingen. Ik kan het ook. Dankjewel. Hey, hoe zit die aan de haken, hoor? Papa. Doe maar open maken. Nee, dit is het niet. Geef mijn hand voor open maken. Dankjewel. Dat is voor jou. Ja. Alleen voor. Ik wil dit helpen. Samen met papa. Afje? Kopjes. Ja! Oh, die is echt groot. Wat een leeg. Dat meen je niet. Echt heel lang. Oh, dankjewel. Dat is een nieuwe auto voor je, papa. Een nieuwe auto voor mij. Ja. Hey. Dankjewel. Dit. Papa, wil dan de wel tegen jou hebben hier in de kaartjes. Dankjewel. Je hebt het goed gedaan. Nog meer. Hier moet je essen. Nou, oh. Ik denk dat papa nou wel genoeg knoos heeft. Wij gaan naar. Je moet je gordel om doen. Oh, je moet gordel om doen. Waar gaan we naartoe? Dat is Mila uit jouw klas, ja. Waar gaan we naartoe? Vakantie! Hoi, Pikachu, Pikachu! We hebben net. Het is geen Pikachu. Nee, dat zeg ik ook al elke keer. We hebben net Tabby weggebracht. We hebben ouders ontmoet en dan nog naar Prespellis. Robin is vandaag jarig. Hyper de piep! Hyper de piep! Hoera! Hoera! Het is wel
Let's go, onderweg naar Amlo. En we komen daar om 1:55 aan. Het is nu 12:30, dus 1,5 uurtje rijden. Ik hoop dat die jongens gaan slapen. Maar dat is altijd een beetje spannend. We zien jullie straks. Is het zwembad bijna vol? Maar dit is toch niet het zwembad? Nee. Nee. Jin is wel uit zijn gordel gegaan. Hij zat net helemaal vastgeknoopt met die schoen. In zo'n broekveter. Maar wij zijn inmiddels aangekomen bij Prespes. Het is 1 uur. Het is 1:55. We mochten al om 12:00 naar binnen. Maar om 3:00 is onze kamer klaar. Dus we gaan nu even spullen pakken. Ik denk dat we de koffie even uit te laten. Wat is er? Doe eens rustig, maat. Wat wil je? Een pokkie. Oh, is die gevallen? Ja, dat kun je toch gewoon vragen? Waar mag ik even boven het strand? Ik weet niet welke kamer wij hebben. Ik denk wel met een balkon. Dat staat in de reservering. Oké, let's go. We gaan uitstappen. En hun jas aan doen. En de winnaar. Wij zijn in de kamer. Kijk even hoe leuk, jongens. We mochten eigenlijk pas om 3:00 in de kamer, maar de kamer is al klaar. Hoe leuk hebben ze dit allemaal versierd. Knuffeltje erbij. Familie van Hemert, bijna goed. Wacht even zitten. Ja, de blonden blijven wel in de kamer. Waar zijn we op van? Kamer! Nou, dit is dus de kamer, helemaal leuk, klein maar fijn. Hier een stapelbed voor de jongens. Hier het bed voor papa en mama. Een heel groot balkonnetje heb ik gezien. Helemaal leuk. Dit is de filmkamer. Mama gaat even kijken in de badkamer. Oh, hele leuke badkamer, jongens. Daar ben ik. Toiletje. Perfect. Hier zullen we weinig verblijven, maar wel lekker slapen. Oh, kijk. Iedereen is naar het toilet geweest. Mooi schatje. En ik heb de kamer even ingericht. Voor alle ingericht. Ik heb alle rotzooi uitgepakt. Hallo? Wat doet hij nu? Gaan we aankleden? Gaan we schoenen aandoen? Ja. Gaan we eens kijken wat ze allemaal te doen hebben hier. Zijn jullie er klaar voor? Heel mooi. Dan kan je dit doen. Oh ja. Uitkleden. Nee, we gaan onze schoenen aandoen. Niet onze, die was? Nee, tuurlijk niet. Wat wil je worden? Weet je het niet? Alweer achterkijken. Pikachu wil ik worden! Pikachu? Ja! Staat erop. Raf, papa heeft alles om. Nou, mama. Jin heeft ook naar zijn zin. Ondertussen ben ik overprikkeld, niet normaal. We hebben heel eventjes gechilled op de kamer. We zijn nu in de bioscoop. Het is 4:45. Volgens mij hadden we om 7:00 gereserveerd bij het eten. Maar er draait nu hier ook geen film. Maar goed, we gingen hier gewoon eventjes kijken. Om te kijken welke film hoe laat draait. Want dan kun je gewoon zien op het programma hiervoor. Maar je kan het ook gewoon online zien. Dus echt vet handig. En nu is hier helemaal niemand. Oh, we zijn even op de kamer geweest. Want Jin die was moe. Dus ik dacht, nou dan gaan we daar even chillen. Zijn we een uurtje geweest en nu ben ik super moe. Ik was dus niet moe, maar nu. Omdat we daar even lekker gechilled hebben. En hebben tv gekeken en gegeten. Nu ben ik een beetje moe. Maar goed, we gaan door. Het is inmiddels avond. En we zijn net lekker naar de disco geweest. En we zitten nu lekker een ijsje te eten bij het kampvuur, jongens.
Gezellig. Dat is lekker. Koffietje en Ginnemam, chocomel. En Robin die staat daar in de rij, want ze gaat even iets verzalen. We zijn aan elkaar. Jullie zitten echt zo van. Kijk of die wat kan, die Rola. Ik weet het nog niet. Heb ik ook hoor, geef niet. Maar die truc die moet lukken, dus jullie moeten allemaal meedoen. Vraagje: wie van jullie wil liever niet mee? Vingers, wie doet liever niet mee? Wie vindt dat een beetje kinderachtig? Wie doet liever niet mee? Nou, ik zie geen handen. Dus één. Ja. Maar die? Ik heb zo'n assistent nodig, dus. Daar zit die. Verder doen jullie dus allemaal mee. Is dat goed? Wat zeg je? Helemaal top. Dunnie, wat was dat weer? De? Ruiter 3, hè? Rode ruiter 3. Rode ruiter 3. Oké, dan gaan we. Zijn jullie klaar voor? 1, 2, 3. Haha, ik heb een kaart. Wat is hier voor rood? Is het jouw ruiter 3? Ik heb hier een camera. We zetten de camera's aan. Heb ik een camera in kleur? Ik heb een camera in kleur. Heb ik een ruiter 3? Kijk eens. Hij is rood. Goed hoor. Oké. Nou is dit een kaarttrucje, alleen er zijn er ook weer mensen die zeggen van ja, een kaarttrucje, het is niet echt een kaarttrucje. Goedemorgen. Ik heb echt precies geen idee hoe laat het is. Volgens mij is het 8 uur of zo. We gaan nu naar beneden, we waren 6:15 wakker. We gaan even eten. Een fotootje maken voor de winactie. En we gaan lekker zwemmen. Want de kinderen die willen echt wel een week lang zwemmen. Dus dat gaan we doen. We gaan eten. Ja. Wauw. Oh. Kijk. Oh. Ik heb drie ogen. Ik heb ook ogen. Mooi. Drie. Dat is grappig. Zie je toch? Blijft hij niet plakken af? Moet ik er een beetje lijm aan doen? Zal ik voor jou een papiertje eraf halen? Oh. Ja. Is hij er nog niet af? Zal ik hem eraf halen? Mevrouw, wil ik jou helpen? Ik zit hier al 5 minuten te wachten totdat de kinderen komen. Maar die komen gewoon het zwembad niet uit. Het is hier echt prachtig mooi. Ik kan niet zo heel veel filmen natuurlijk, maar het is hier echt niet normaal. Geweldig. Nou, daar komt er een aan. Ja? Ga jij zwemmen weer? Oh. Doei.